In Amersfoort om te gaan kijken naar een heel bijzonder record. Dat alles te maken heeft met dit soort motorfietsen die door uw beeld gaan. De motorfietsen van de mannen in het wit, de groep motorsurveillance van de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie uit Driebergen. En de man in het zwart, de motorfietsen van de Koninklijke Marechaussee van het district Noord-Brabant. Wat houdt dat record nou in? De mannen van de Marechaussee en de Rijkspolitie zullen proberen met zoveel mogelijk man op een rijdende motorfiets te stappen. Dat allemaal onder het toezicht oog van onze scheidsrechter Martin Barel, die natuurlijk even gaat loten wie er moet beginnen. Ja, recht. Ja. Kop. Jij bent. Kop heeft gewonnen. Wij beginnen? Ja. Juist, goed. Oké. Blijf erop staan, hè. Niet onderweg eraf, we gaan eraf. Hier op de kruising, op de manier zoals we dat tot nu toe beoefend hebben. Hè? Dus we gaan zijkanten eraf, even een paar man helpen met afbouwen en de rest die gaat vast op linie staan. Oké? Okay? Ruit. Nou, kom op. En we zijn van start met de Marechaussee. Op dit ogenblik 8 man op de motor. Ze zijn gestart met 7 man uit stilstand. Achter is erop gesprongen aan de achterkant en daar gaat nummer 9. We kunnen dat heel goed zien. We zitten hier vlak achter de motorfiets, nummer 10 erop. Op de tandem rijden Martin Barel en ik er vlak achteraan om te kijken of alles goed gaat. 11 en 12 kruipen er aan de achterkant op. 12 man op de motorfiets. Zo'n motorfiets waarmee de Marechaussee normaal zijn werk doet. 13 en 14 proberen erop te komen. En hou vast, gaat erg goed daar. Ja, keurige prestatie van de Marechaussee. Weer 2 man aan de zijkant erop. 15, 16 zitten erop. 17, 18, het gaat ontzettend snel. Martin, rij ietsje harder dat we het goed kunnen zien. Want het gaat veel sneller dan wij gedacht hadden. 19 en 20 erop. Als het lukt, 20 man op de motorfiets nu. Nu aan de achterkant gaat er een bij. 21 man. In heel groot tempo ging dat. 21 man van de Marechaussee op de motorfiets. Komt er nog wat bij of niet? Hou goed vast, te blijven rijden. Dit is wat de Marechaussee neerzet van het district Noord-Brabant. 21 man op de motorfiets. Een geweldige prestatie. Ja, dat is het zeker. Martin Barel, even rustig rijden. Misschien kunnen we even nog wachten wat er gebeurt. Want ze hebben er wekenlang op getraind, die mannen van de Marechaussee, onder leiding van wachtmeester eerste klas Jan Roks, om deze prestatie hier op de Vlasakkers neer te zetten. 21 man op de gewone motorfiets, zoals ze dagelijks in hun werk gebruiken. En voorzichtig bij het afremmen zo direct, want hoe ver gaan ze door, vraag je af. Ja, Martin die rijdt lekker op die tandem. Maar ze zullen toch één stoppen, neem ik aan, hè? Ja, voorzichtig afstappen. Dat was hem, de recordpoging van de Marechaussee. 21 man. Braaf, stop, stop, braaf. Ja, de reserves staan erbij. Kees en René. Oké. Nou, we gaan ze zo meteen 22 man laten zien. Dat is ook gelijk wat wij kunnen. Dat hebben we gisteren gedaan en dat doen we vandaag. We hebben al veel gepraat vandaag. Dat doen we nou niet meer. We gaan het nou gewoon maken. Iedereen gaat naar zijn eigen plek. We starten bovenin. We doen de bocht. En we rijden die diagonaal en op de kruising moet het klaar zijn. Ja? Op de kruising is het klaar. Dan rijden we zo ver mogelijk richting Hoytemaplein. En als je op een gegeven moment een grote brul van mij hoort, dan is het klaar. Dan gaan we er gewoon af. Succes. We maken het. Kom op. Doen wij het conform de regels? Jan, wij doen het conform de regels. Jan, kom op. Jan. Dat staat erop. Dat staat erop. Dat staat erop. Mensen, blijf alsjeblieft van het asfalt af. En dan gaan we dan maar weer op de tandem mee met de Rijkspolitie. Dat gaat iets rustiger. Ook veel moeilijker, want die beginnen met 1 motor en 1 berijder. En dan stuk voor stuk een mannetje erop. We hebben er nu 4 op. 4 op de motorfiets. 21 is het record van de Marechaussee. Eens kijken wat de groep motorsurveillance van de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie uit Driebergen daar tegenover stelt. Gaat goed tot op heden met 5, 6... 6 man. We moeten lopen in die bocht.
En nu 7 man op de motorfiets. Achter mij Dirk de Velde Harsenhorst, die met de mannen heeft getraind en de laatste aanwijzingen toeschreeuwt via de megafoon. 8 man. Ja, als ik het fout doe, zegt Martin Barella voor mij wel. Die zit er helemaal keurig bij. 9 man nu op de motorfiets. En ik vraag mij af of de bestuurder nog wel iets ziet. Maar het gaat nog steeds goed. En wat gaan ze nu doen, vraag ik me af, met 9 man. Er staat in die enorme bocht die wij nu gaan naderen niemand op de weg. Dat betekent dat die motorfiets die hele bocht moet doen met die 9 man. En er moeten er nog zoveel bij, als dat maar goed gaat. Voorzichtig aan, Martin. Niet te hard met die fiets. We zitten bijna tegen het achterwiel van de Rijkspolitie. Negen man. En wat gaat daar nog bij komen? Daar staat de volgende in de bocht. 10 is erop. Nou is erop. Eens kijken. Even proberen. Ja, 10 en 11 zitten erop. Weer 2 man komen erbij. 12, 13, 13 man op de motorfiets. 13 man op dit ogenblik. En aan de voorkant, dat kan ik niet helemaal goed zien, gaat er nog iemand op de neus. Is 14 man. Ja, wordt bevestigd. 14 man, ik kan het zien. 15. Daar springt iemand bij. 15 man op de motorfiets. En nog steeds in die bocht. Moeilijk punt. Weer aan de zijkant. 2 man erbij aan de achterkant. 16 en 17 proberen erbij te komen. Het gaat goed. Hou recht die motorfiets. 16 en 17. Weer 2 man er nog eens bij. 18, 19. Oh jongens, hou recht die fiets. 19 man erop. Vooruit, 21 is te slaan. 20. 20 man erop, nu aan de achterkant, nog 2 erbij. Oh, wat een spanning. 21, 22 zitten erop. 22 nu voor de Rijkspolitie. Gelukt, overwinning voor de Rijkspolitie. 22 man op de motorfiets. Fantastisch. Oké mannen. Hey, hey. Rijden we dit ding. Rijden. Dit ding heeft een